Hallo, allerliefste schatten. Morgen is het zover. Ja, morgen is het kerst. Joehoe, schattekens en patatekens. Deze kerst willen wij de mooiste kerstboom aller tijden hebben. De coolste, de meest spectaculaire, fenomenaalste die de wereld ooit heeft gezien. Eigenlijk. Inderdaad. Dat was dit jaar onze kerstmissie. Ja. En ik moet nu heel eerlijk zeggen dat wij hier in ons Studio 100 TV Clubhuis gewoon de mooiste, de coolste, de meest onvergetelijke kerstboom hebben staan. Dat is zo. En niet enkel hebben wij een parel van een kerstboom, maar er hangen ook gewoon coole lichtjes in, slingers, bangelijke kerstballen. Kerstballen, ornamenten, die hebben wij ook. En een dekentje en we hebben cadeautjes liggen. Eigenlijk hebben we aan alles gedacht. Ja, en onder de boom hebben we ook mooi versierd. Ook, hè? Hier ook hebben ze niet vergeten. En dan, pas op, helemaal bovenaan. Een piek. Voilà. Geef toe, lieve schatten. Dit is toch wel de allermooiste kerstboom die jullie ooit gezien hebben. Ik geef het toe. Ja, ik vind het ook. Ik geef het ook toe. Maar misschien niet alleen de mooiste, maar ook de meest geweldige. Eigenlijk heeft de kerstbrigade, wij dus met ons rietjes, dat heel goed gedaan. Ja, oh, zeg, ik voel de kerstvreugde al. Het is echt prachtig, hè? Ja. Misschien moeten we dit nog even, hoe moet ik het zeggen? Inhuldigen? Ja, inhuldigen. Door een mooie foto te trekken met ons naast de kerstboom. Goed idee. Klaar allemaal? Ja. Voilà, op een selfie. Kerst! Voilà, zeg. Gelukkig kerst. Oh nee, dat is mogelijk pas nu nog niet.